Ze speelden op Pinkpop en ze heette After Forever. En weet je wat leuk is? Ze is groter dan jij, dan mij, zegt ze. Nou, dank je. Het is niet heel moeilijk. Dit is een nummer, een rustig nummer. Het gaat over onze trip naar het voormalig Joegoslavië. Jullie zijn al vaker bij onze concerten geweest. Jullie hebben het verhaal al 1000 keer gehoord. Maar 1 ding wil ik nog vertellen. Ik wil nog vertellen, toen wij in Joegoslavië waren, zei er heel veel mensen tegen mij, mag ik niet met jou mee naar Nederland? Want Nederland, dat is zo'n mooi democratisch land. In Nederland mag je zeggen wat je bent. In Nederland kan je gewoon roepen, fuck the system. En niemand die je voor je kloten schiet. En ik zei, ja, dat is zo. Ik was trots dat ik in zo'n vrij land mocht leven. Na 5 mei kwam 6 mei. En op 6 mei gebeurde er iets waar ik jullie niet mee zal vermoeien, want jullie weten vast al wat dat was. Maar op die dag begon ik na te denken en moest ik terugdenken aan de woorden van die mensen in Joegoslavië. En ik dacht, hey, het kan heel erg dichtbij komen. En daarom is dit nummer niet alleen voor die mensen. Dit nummer is ook voor jullie. Het is dichterbij dan je denkt. Regular day in Bosnia. It's all about peace. Tells me about the minefields he has crossed. He tells me
Dankjewel. Hey, roosjes, mensen, dank jullie wel. Woo!